Zo, goedemorgen allemaal. We zitten lekker in de bus. We zijn momenteel net de grens over in, van Nederland naar België. We komen om 9 uur aan. Het is inmiddels een uur of. De laatste zou het zijn, een uur of 5. 10 over 5. We hebben ervoor gekozen om lekker thuis te blijven. Bij ons gezinnetje. En we komen pas zondagochtend aan. Het moet voor 12 uur ingeschreven staan. Terwijl de rest van alle deelnemers op zaterdagavond een feestje gaan houden en ze eigenlijk kapot gingen zuipen, hebben wij onze rust gepakt. En we worden helemaal ook een dagje ouder. Oh, nu nog even een paar uurtjes knallen. Oh, we zijn op de weg. Ja. Ja. We zitten inmiddels in Luxemburg, een uurtje rijden en dan zijn we er. Het is een beetje mistig buiten. Zacht en hard. Het belooft vandaag wel een lekker weertje te worden hoor. Van de week, we krijgen de hele week zeg maar west-zuidwestenwind met een paar pieken van windkracht 5. Nou, op Lachtmedien kan het behoorlijk uitpakken, maar gunstige omstandigheden. Het lijkt wel najaar. Het najaar is hier al begonnen. We zijn er bijna. Nou, staat er nou record aan of niet? Ja. We zijn nu aangekomen bij de headquarters. We gaan eventjes inschrijven. Maar Jan-Willem gaat eens even kijken wanneer wij op het podium mogen komen. Tromgeroffel. Nummer 77. Dus we moeten wachten tot alle 76 mensen zijn geweest. En dan weten we welke stack we hebben. Prima. Les best eigenlijk altijd, hè? Ja hoor. Nou, we staan ingeschreven, ruim op tijd. We zijn nu bij de bus van Ardy en Lars. Die hebben dus gewoon een megabus waar alles in staat. Altijd baas boven baas. Hier zit onze boot klaar die we kunnen gebruiken. Kijk eens aan, we hebben nu alles voorbereid. Dus de reddingsvesten, je moet toetertjes en belletjes moet je hebben. Om aan de bootcheck te voldoen. En, we gaan nu de bootcheck doen en dan zijn we eigenlijk klaar voor vandaag. Dan gaan we even kijken waar we gaan overnachten. En dan... is vanavond de loting. Wist je nou? De piloot op gieten nou. Van het hotelletje te wachten tot we eigenlijk kunnen ontbijten en naar de stack kunnen gaan. We hebben stack 36 geloot. We hoeven niet dus naar een eiland toe of wat dan ook. Maar we zitten dus in de nachtviszone. Een redelijk toegankelijke stack. Wat vind jij ervan, je weet je, stack 36?
Nou ja, je zit centraal. De meesten vinden het niet een ideale stack. Maar als ik zo gewoon even nuchter bekijk, is het gewoon een centrale stack. We hebben een mooie landtong waar we tegenaan kunnen vissen. We hebben een haventje. We kunnen op het wijd vissen. Mogelijk naar een stukje gul nog vissen. Ja, alle bidding. En wat onszelf betreft, prima. Ja, we hadden het slechter kunnen trekken. Ja, lekker uitgeslapen. We hebben een hotelletje gepakt. Ja, iedereen staat 6:30, 7:00. We hebben zoiets van, we gaan om 8:30 hier lekker ontbijten. Ja. En om 9:00 zetten de wagen aan de kant. En dan gaan we lekker de spullen uitzetten. Luxe paarden, hè, dit. Ja, papa's moeten een beetje uitrusten. Ja, we hebben ook vakantie. Voor jou helemaal lekker. Ja. Ja, Peter, heb je lekker doorgeslapen vanavond? Ja, we hebben lekker lepeltje gelegen, hoor. Hey, we gaan eten, zo naar de stek. Straks kunnen jullie zien hoe we gaan vissen. Hoezo? Later. Het is een kwestie van boot vanaf de bus en spullen naar de stek en alles klaar zitten. Nou, we hebben de stek gevonden en onze buren komen uit Slowakije en die zijn ook gewoon met de bus hier doorheen gereden. Dus ja, doen wij dat ook gewoon. Het scheelt een hoop gezel met de spullen. En de wind staat echt super in onze hoek te beuken. En de stek ziet er toch best wel vet uit eigenlijk. Kijk, daar staat Slowakije. We zitten echt naast elkaar. En dit is onze hoek. Hier zitten wij. Waar hun dievenzooi staat. Dit is onze stek. Zo, zijn we weer even terug. Ondertussen hebben we het kamp neergezet. Zo, stek 36. We zitten in een hoek, maar wel bij windhoek. Dus hier staat mijn tent, Jan Willems tent. Dit is onze keuken. Moet gewoon ook goed gegeten worden natuurlijk. Dit is de aascorner. Waar we alles bereiden. Het aas bereiden. De rest van het aas staat al in de boot. Hier zullen we de vis gaan onthaken. En dit is onze stek, jongens. Jan Willem, heb je er zin aan? Absoluut. Nog 25 minuten voordat we mogen beginnen. We zijn helemaal voorbereid, alles staat klaar. Daar staan je wezenhengels. Onze boot staat helemaal klaar, equipped met alles wat we nodig hebben. 24 volt, 2 pk motor. Rebel cell accu's. Raymarine Dragonfly als dieptemeter. Daar staan mijn hengels. Ik zal deze hoek gaan bevissen. Ik zal je even laten zien. Kijk. Oh, het piepertje gaat eraf. Deze hoek. Die zal ik gaan bevissen, vierbedden, ondieptes. En ik mag tot aan het eiland vissen. Dat is 350 meter. Je mag maximaal 300, maar er staan geen boeien. Daro is een ander eiland. En als we goed inzoomen, zien we daar een boei. Dat is de grens voor ons van 300 meter. Naast ons zit Slovenië. Hier zitten Slovenen. En die vissen gelukkig hopelijk een beetje de andere kant op. Maar wij hebben deze hele hoek voor ons. Nog een kwartiertje, 20 minuten voordat de wedstrijd gaat beginnen. Wij hebben er niet meer. We gaan ervoor. Hotza! Gas! Zo, ik ben net meteen na de start zijn het water opgegaan. Ik ben even wezen kijken. Interessant. Richting het grote eiland wordt het dieper. Richting 7, 8 meter zelfs. Maar rechts, deze hele hoek hier rechts, is eigenlijk maximaal 1,8, 2 meter diep. Wel wier, dus ik ga het wel daar proberen om één hengeltje precies op de grens neer te leggen van diep naar ondiep. Het gaat heel langzaam van 6, 5, 4, 3, 2 en dan blijft het 2. Maar het is toch ook wel ter grootte van 10 voetbalvelden is het maar 1,8, 2 meter diep. Vanaf dat eiland tot dat eiland loopt het door, is het heel ondiep. Dus is ook niet echt interessant. Dus ik ga daar rechts een shot neerleggen. In het midden op een metertje of 4 gewoon bollen. En Jan Willem die is nu daar. Ik zal eens even inzoomen. Kijk, Jan Willem is nu aan het kijken daar al en aan het zoeken. Daar is ook de marker geloof ik. Volgens mij is hij nu bij de marker. Hij is nu bij de marker. Daar is hij een beetje aan het zoeken. Daar is het 6 meter, het diepste punt. Daarna gaat het weer omhoog. Dus eigenlijk ja, ze hebben dus eigenlijk voor ons een marker neergelegd. Heel interessant. En links richting het einde van het eiland gaat het ook dieper worden. Dus daar gaat ook een hengel, maar we moeten nog steeds max 300 meter vissen. Het is eigenlijk wel positief. Ik verwacht tot Jan Willem terug is, ga ik mijn hengel zo klaarmaken. Nice. Nou, kan je de box eerst hengel klaarleggen? Nee joh. Er zitten ze hoor, de peppies. Kijk, er komt een buitje aan. Nou, de hengels liggen in. Ah.
Nou, mensen, we gaan eerst de nacht in. Alles ligt klaar voor de nacht. Het windje is een beetje gaan zakken. Het weerbeeld is wat rustiger geworden. Dus ik zou zeggen, als het nu losgaat, dan kunnen we gewoon relaxed gaan afdrillen. Precies. Nou, het is echt pikkendonker hier, hoor. Je ziet dus geen reet. Ah, er is pas één vis gevangen. Dat was rond de etenstijd natuurlijk. Uur of zes. Ja, precies. Moet je voorstellen, hè? Er doen 100 teams mee. Er zijn er wat afgevallen. 90 teams doen er mee. Die hebben allemaal 4 eindjes in liggen. 400 pijntjes en pas één vis gevangen. Maar redelijk in de sector, hè? In de sector? Redelijk bij ons in de sector. Dus wellicht, je bedoelt 2 kilometer verderop. Ja. Nou, ons veld komen ze wel tegen, hoor. Dus komt helemaal goed. De bolle laat ze ook niet links liggen. Hopelijk tot vannacht. Nighty night, dat rusten. Zo, goedemiddag. Daar zijn we weer. We zijn inmiddels 24 uur onderweg. En overal op het water wordt wel al een beetje gevangen. Wij hebben helaas nog niks gevangen. Maar dat gaat vast en zeker wel komen. Als je daar kan kijken, daar, waar is mijn hand? Daar in het hoekje, daar zijn 22 kilo vissen gevangen. Dus die gasten staan bovenaan. We hebben wat hengeltjes verplaatst. 2 hengels blijven op de voerstek vissen. En 2 hengels gaan we een beetje proberen te kijken waar de vis uithangt. Met een tijgenootje tussen het wier, met een tijgenootje op het taluutje. Want je kan niet gewoon 4 hengels hetzelfde blijven vissen als die 24 uur lang en niks hebben opgeleverd. Alle 4 de hengels liggen weer in. Je weet je? Ja, alles lekker weer. Alles lekker weer. We gaan even een tukje doen, want vannacht hebben we niet echt veel geslapen. De buren die maakten echt een pleurisherrie. Zo, eerste visje is binnen. 7,4 kilo, het is niet groot, maar het is het begin. We staan in ieder geval op het bord. Hengel uitgelopen op 50 meter in het wier. 2 tijgenootjes, binnen een uurtje zit hij af. We gaan nu even de foto zetten. Inmiddels een uur of 10. Ja, volgens mij wel. Checken. We hebben... Bijna 10 uur. Hengeltjes weer scherp. Mijn hengeltjes weer scherp. Ik ging even bijvoeren in de hoek. En terwijl ik voer op de stek gooide, kreeg ik een paar piepen. Ik had al een beetje flauw vermoeden dat er wat aan had gezeten. Want er was een half meter teruggezakt. Maar ja, op 200 meter denk je van ja, dat kan alles zijn. Drijf hier alles. Maar er zat dus wat aan. Er zat dus een fucking ruisvoornaam van 40 centimeter. Dus die heb ik weer teruggelegd op de stek. Alle 4 de hengels leggen nu weer porno. We gaan nu de nacht in. Net hebben jullie kunnen zien dat we een 7,1 kilo spiegeltje hadden. Niet bijzonder natuurlijk, maar je doet wel weer mee met de wedstrijd. Je hebt in ieder geval een vis van de grote plons. Het is gewoon een vis. Vis is vis. Elke vis telt. Kijk, de buren die hebben inmiddels 5 meer vallen. Dus, we beginnen gewoon traag. Maar houd wel op de Cyprino's. Juist. Ja. De buren vangen poesies. Ja, de buren zijn vangen poesies. Tot straks, jongens. Yo. We mogen niet meer het water op. Storm is er nu. Deze hengel ging net af. Jan Willem staat te drillen. Net heeft hij al een dikke vis verloren op het water. Ik ga hem even gauw helpen. Tot straks. Yes, yes, ja. Lekker, man. Het was de vis is binnen. Vanaf 300 meter vanaf het kantje gedrild. Joh, jij weet helemaal naar de kloot, hè? Maar we hebben echt een hele dikke schub in de sling zitten. WCC-team en het mediateam komen nu hierheen tijdens deze storm om de vis op de foto en op film te zetten. Oh, wat lekker zeg. Oh, wat lekker. En vannacht nog een bak gespeeld in de boot. Met toch wel een aantrekkende storm alvast de boot in met de hengel. Wat zal je zien, halverwege kap van de elektromotor ermee. Dat is de accu leeg. Dus lijnbreuk gehad. Helemaal fysiek naar de kant toe. En eigenlijk tot op net. Nu heb je een goedmakertje. Zit je ermee en dan krijg je zo'n beuken als goedmaker, jongen. Yes! Nou, we hebben met moeite het hengeltje terug kunnen varen. Heel lastig te zien met die golven. Maar we leggen er toch weer 2 op de plek.
En dat is toch wel een klein voordeeltje als je niet meer met de boot het water op mag. Maar het valt niet mee. Er moet gewerkt worden, maar daar houden we van. Deze komt erop! Inderdaad. Laten we even zien, een beetje. Nieuwe PB van Jan Willem. 22,4 kilogram. Lekker je. Wij staan op het bord. Lekker je. Op naar de volgende. Juist. Gas erop. Well done, guys. Oh, ja, bakkie. Maar is mijn lens een beetje aan het beslaan door het noodweer. Maar, beetje verse lucht erbij. Wat hebben we hier? Ja, de Glenfiddich. Want, je weet je, heeft een nieuw pb'tje. Deze jongen. Zo is dat. Ja, een lampje in je gezicht, jongen. Ja, en dan gaan we op proosten. Ik zie alleen geen flikker, joh. Mag ik even een kopje erbij? Kijk, we kunnen ons allemaal doen. Hey! Dag! Bonjour! Bonjour! Kijk, buiten is het... Shit weather. Kijk, je kan even zien de kamertje kan verdelen. Het is echt helemaal kut buiten. We hebben alle vier de hengels nu gewoon voor het eigen kantje. Want het is gewoon niet te doen. Meer dan 50 meter uit de kant. Dan vang je zoveel drijvende wierbedden op dat gewoon je spoel leegloopt. En als je natuurlijk je slip dichtzet, dan sleept weer je lood weg. Dus op die manier hebben we net ook alweer een lijnbreuk gehad. Rechts heb ik weer de hengeltjes tussen het wier neergelegd. En als we daar beet hebben, kunnen we gewoon lopend drillen. Ja. Dus we hebben net even een lekker hapje gegeten, alle vier de hengels liggen weer porno. We gaan nu gewoon een lekker bakje doen en een neutje doen, omdat Jan Willem zijn pb'tje verbroken heeft. Jan Willem, gefeliciteerd bij deze. Bedankt, hè. Ben je een beetje blij met die scoopie? Absoluut. Ja. Absoluut, heel blij mee. Echt een brute beuker was dat, hè? We zijn met de Slowaken begonnen met een glaasje whisky, op goed geluk. Juist. En we gaan hem nu gewoon even kaart afmaken. En misschien pakken we nog wel een beuker. Ja, komt vanzelf. Alles is zeiknat. Het heeft echt urenlang aan het regenen nou. Maar we mochten het water weer op. Dus laat maar even zien, je weet je. Dus de vier lijnen liggen weer met de boot weer helemaal porno. Ook weer op het verre weg. Het regent alleen als de kop gewoon een einde aan. Tot de ballen nat. Maar we gaan ervoor. Dit. Hallo. Oké. Tussen de regenbuien door deze 16,8 kilo wegende spiegel. Die brengt ons meer naar de bovenkant van het leaderboard. Mooi man. Ik ben helemaal gesloten, moet je nou eens kijken wat een brute dit weer is. Nou, uiteindelijk de hengels weer terug kunnen leggen. Leuke 30er. Gaat er eerst een meerveld ermee vandoor, ja. Helaas. Kan het niet. En een half uurtje later pakken we toch nog een mooie spiegel erbij. Nice. Hartstikke idee. Awesome. Lekker man. Eiland ondertussen, ik weet niet wat hij aan het doen is, maar hij is heel lang aan het drillen geweest. Ik kreeg hem niet geschept, leek het op. En nu is hij op het eiland aan haar overkant. Ik ben bang dat het een hele grote vieze meerval is. Het zou echt zonde zijn van alle energie. Het ziet er wel naar uit, kijk maar. Godverdomme.
Godverdomme. Mega meer van. Terug. Jongen, wat een zonde. Wat een baas, hè, dat hij dat toch wel even doet. Er zijn ook mensen die knippen gewoon een lijn door. Morgen! Kapvis Willem is weer terug. Zoals jullie net konden zien dat hij dus echt 3 kwartier aan het drillen was. Dat was dus gewoon een meerval van een metertje of 2, een kilootje of 30. Wat een apparaat. Wat een apparaat, joh. Nou, terwijl hij aan het stoeien was met de poesie, heb ik er een vis bijgeland. En dit keer is het een schub van rond de 12, 13, misschien 14 kilo met een beetje geluk. Maar dat brengt ons wel naar de tweede positie. Misschien zelfs de eerste positie, afhankelijk van hoe zwaar die is. Maar dat betekent dat we dus nu een 22,4 kilogram hebben. De 16,8 van vannacht. En nu deze vis erbij. Dus dat brengt ons wat hoger in het segment. Ja. Wij zijn er niet minder blij om. Want wij zijn lekker bezig. We zijn helemaal kapot. Tot de balletje aan toe, zeik is nat. Alles zeik. Accu's zijn leeg. Onze buren, de helper van de buren, heeft 1 accu gisteren weggebracht. En die gaat hij hopelijk straks weer halen. En dan hebben we weer sap. We hebben gelukkig nog de voerboot. Mijn biceps is naar de kloten van het drillen, want we gewoon 300 meter vanaf de kant drillen, is op een gegeven moment wordt dat een beetje verzuurd. Maar er zit niks anders op. We gaan nu uitvaren met de voerboot. Misschien prikken we er nog eentje. To be continued. Later. Later. Oh, it's over 17. It's over 17. It's 17.1 probably. This means we could take second place. And most probably. We're on first place. Yeah, maybe. 17.1 guys, 17.1. Okay. Right, right. Lovely fish. Fucking hell, man. Absolutely gorgeous. Right. You ready? Shit, meneer. De camera van mij komt zo wel. Weer een schub, hè? Hey. Here's dit. Yeah, yeah. And like the, like this bit. Just tilt your left hand side, just pull round a bit. Lekker you. Hey. Lekker you. Voor de kijkers thuis, we zijn er. We gaan naar de top 3, ja, op deze manier. Ja, zeker weten. We moeten er meer vallen trotseren. Er komt nog een beuker aan, denk ik. Jo. Maar het is loon naar werken. Het is het allemaal waard. Ik heb daar een buitje aan. Dat is jammer, want dan denk ik echt eindelijk net even alles te kunnen drogen. Ze zijn onze gegevens nog aan het verwerken. We staan nu 4e, maar eigenlijk staan we 1e. De andere Nederlanders die op de eerste plaats stonden, die hebben er ook een 20 kilo bij een vis bij gevangen. Dus het gaat heel spannend worden. Wordt in ieder geval een Nederlands tintje. Ik zie dat daar regen aan komt, dus ik ga even mijn spullen redden. Die staan te drogen, die worden dan, die worden dan natuurlijk niet droog. Storm is gaan liggen, de rust is een beetje teruggekeerd. Kijk eens, zonsondergangetje, hier en daar nog wat wolkenvelden. We hebben nog aardig wat regen en wind vandaag gehad. De vis van vanmorgen was de laatste vis die ik ving. Daarna waren alle accu's op, hebben met de voerbootlijnen uitgevaren. Ja, dan kun je toch niet precies liggen waar je wil liggen. Maar we hebben een nieuwe accu gekregen van iemand. En we zijn weer aan het uitvaren. Jan Willem is daar de derde hengel aan het uitvaren. Zometeen ga ik de 4e doen. Oh, ik scheef, sorry. Zo, daar komt Jan Willem weer terugvaren. Het lijntje ligt in. Bloedeind weg, 300 meter. Daar zie je een marker voor de maximale afstand. Nou, kijk eens. Precies op de lijn van de marker. Netjes aan de regeltjes houden natuurlijk.
ja, natuurlijk zijn er ook meerdere mensen op het water voordat de avond valt. Iedereen gaat nog even zijn hengeltjes in gooien. Eén hengel van mij staat al. Die andere ga ik zo meteen doen. Dan gaan we de ene laatste nacht in. We hebben er weer vertrouwen in eigenlijk. Elke keer vangen we eigenlijk tussen 11 uur 's avonds en 9 uur 's ochtends op de verre plekken. En het voer ligt er weer, de hengels ligt er weer, dus het haakkast kan zijn werk weer gaan doen. En het is wachten op de volgende fluiter. To be continued. Zo, het was dus inderdaad de karper. Het is een beetje een twijfelgevalletje, want we hebben hem wel twee keer gewogen. En hij schommelt tussen 16,8 en de 17. Onze kleinste vis is 16,8. Dus we hebben voor de zekerheid toch maar de marshal gebeld dat hij even kan komen wegen. Ondertussen is Jan-Willem zijn hengel weer aan het terugleggen. Er zit weer een nieuw aas aan. Ik ben eventjes richtjes aan het knopen. Reserve rigs voor in de boot. En zo zitten we te vissen. Red spice, bananen, extreme krill zijn drie smaken door elkaar. En die combineren we dan ook met de pop op zo'n extreme krill. Dus, zie je zo. Zo, helaas kunnen de marshals weer weg, weer weggaan, want de vis is net zo zwaar als onze kleinste vis. 16,7 kilo. We willen hem laten maar even zien voor de mensen thuis. Misschien goed doen. Ja. Yeah. Nou, dat is wel. Noem het dan een kleintje. Ja, noemen ze dan een kleintje. In Nederland ben je er blij mee. Ja. Nou, hij gauw terug. Ik ben er ook blij mee, maar alleen dat telt niet. Prachtig, een vis van 17 kilo. En dat telt hij eigenlijk niet eens mee. Telt hij niet. Nou, voor mij telt hij wel hoor. Ja hoor, voor mij ook een maatje. Nou ja, 16,7 is hij. Nou, een meerval. We starten weer met een meerval. En we houden gewoon vol gas terugvaren, voeren. En karpers komen er zelf achteraan. Gang is alles. Gelukkig voor deze ook. Juist. Ja. Doei. Lekker je. Zo, goedemorgen allemaal. Het is inmiddels 9:30. Sinds de vis van vannacht hebben we een paar uurtjes kunnen slapen, maar is het eigenlijk een beetje stilgevallen. Zoals jullie kunnen zien is het ook een beetje opgehouden met de storm. En dat zie je gelijk op het water, want het water is gelijk helder aan het worden. Het is de laatste 24 uur zijn ingegaan. En één hengel heb ik nog steeds als troef achtergelaten en dat was achter in de hoek tegen het wierbed aan, daar is nog niet gevist. Die ga ik daar zomaar neerleggen om te kijken of we wat kunnen afdwingen met een vuurpop-upje. Tussen de wierbedden, een mooie open plekje zelf maken of vinden. Misschien kan je daar wat afdwingen. Er gaat ook nu nog één hengel naar het eiland toe. Met een paar centimeter pop-up. Het is best wel klein, een beetje drassig, misschien ook een laagje wier op de bodem, dus het is misschien beter om er net even boven te vissen. De vis van vannacht was de laatste vis die we gevangen hebben, 16,7 kilo, Jan-Willem. Dus nu ben ik aan de beurt. Rondom het water zijn minder vissen gevangen, maar wel veel grotere vissen. Er zijn geloof ik 25 kilo, 24 kilo en 25 kilo plus gevangen. Dus er staat dus wat te doen en dat is een bak vangen. Kom vanzelf. Komt gezellig. We doen gewoon wat we doen en het levert ook een keer vis op. Dus, We hebben nog één nachtje. En sowieso de afstandstokken lopen het meeste in de nacht en ik zal voorbij draaien. En in de vroege ochtend. En zoals elke dag doen we die gewoon laten liggen de hele dag. Misschien komt er nog een scharrelaar op overdag, je weet het nooit. En anders gaat er straks gewoon weer voordat de avond valt, gaan de hengels er weer scherp op. Voer eroverheen en misschien komt die bak dan morgen wel, morgenochtend. Ja, of nog. Elke keer begint het een beetje rond 11 uur, 12 uur. En na 10 uur hebben we ook al vis gevangen s'avonds. Dus ja. Kijken of ik nu overdag wat af kan dwingen door een beetje te peuteren in het weer. Vanavond de rots voor die voerstek leeg. Juist. Koffie? Lekker. Lekker. Sommigen van jullie zullen zich wel afgevraagd hebben wat nou die takjes zijn hier bij ons op de stek. Dat is alsof een tuindecoratie. Maar nu het water helder is geworden, zie je waarom we dat gedaan hebben. Kijk, hier staan er drie. En waarom is dat? Nou, hier ligt dus zo'n megastronk onder. Kun je het zien? Ja, je kan het zien. Hier ligt gewoon een megastronk. Nou, als je je enkels dus wil breken, moet je hier dus doorheen rennen s'nachts.
En omdat het alleen maar gewaaid heeft, hebben we dus alleen nog maar troebel water gehad. Nu zien we eigenlijk pas in wat voor een oorlogsveld we hier ons werk aan het doen zijn. Kijk hier bijvoorbeeld, takje vlakbij de hengels. Hier zijn we al twee keer een waadpakje volgelopen omdat we gewoon recht voorover op ons snuit gingen. Kijk, hier ligt gewoon een oude boomstam. Als je daar met je poot onder gaat, breek je gewoon je poot hoor. Kijk, daar staan mijn hengels. En daar achterin, die hele baai, hier loopt een heel groot wierbed daarachter, is nog niet bevist. Maar wel lichtjes bevoerd. Kijken of die hengel wat af kan dwingen. Je weet, je loopt de ijsberen. Hengels erin, joh. Kom op. Godverdomme. Zo, Peter is onderweg. De rechterstokken hebben geen beet opgeleverd vannacht en deze ochtend. Dus we hebben nu de mogelijkheid om dieper de baai in te vissen. Er staat een enorm wierveld. Een groot deel is er van aankomen waaien. Na al die wind afgelopen dagen. En we hebben in het hele begin hebben we één visje gevangen onder de eigen kant in het wier. Maar toch steeds wel wat vissen horen springen. En we gaan nu de laatste dag in. En we hebben de zon wel gewoon continu wat aangevoerd. Dus we gaan nu eens kijken of we overdag eventueel een visje kunnen vangen daar. En doordat het nu kraakhelder is geworden aan de kant ook, zien we misschien wel vissen zitten ook, of zwemmen. We gaan het zien. Kijk eens even jongens, spekpannenkoeken, dat was nou het geheim waar we al de energie vandaan halen. Aan de andere kant van dit schiereiland wordt het bevist door Oekraïne. Oekraïne zit daar op die hoek, dat zie je net niet. En als ik helemaal inzoom naar het einde, zie je daar ook allemaal bivvies staan. Van andere gasten. En daar bij de haven is een 24 kilo vis gevangen afgelopen nacht. En daar zie je die dijk. Waar allemaal mensen weggegaan zijn omdat het gewoon echt niet te doen was. Ja, ja, Peter. Daar gaat hij. Yeah. Te filmen? Ja, hij loopt al. Doe maar even inzoomen. Rustig van mij, rustig van. Het een en ander aan toelicht is, gaat hij af op de dag. Kijk, ik ga hem een beetje bijdraaien. Linkerhengel, daar komen de meeste karpers vanaf van de afstandsstokken. Maar eens even kijken. Laat het een beuker zijn. Hey, godzidori. Laat het een mooi zijn. Hier en daar liggen er wel wat obstakeltjes. Dus het blijft altijd spannend. Spannend, spannend, spannend. Ondanks dat je er zeg maar niet ingaat om een wedstrijd te vissen, gaat het toch ineens spannend worden. Dat is toch leuk.
eenmaal natuurlijk aan een eerste plaats geroken. Ja. Gaat het toch wel spannend worden. Nou, laten we hopen dat het mooi is. Is er geen meer van. Kom op, makker. Oh, kijk eens. Het zou toch wat zijn, zeg. Kom op. Ah, is gewoon spannend, hè. Oh, kut, hij zit vast. Nee. Ja, hij is los. Hij is weer vrij van het obstakel. Nee joh. Nee joh. Dat meen je niet. Meen je niet. Gewoon lijnbreuk volgens mij. Jezus, meen je niet. Oh. Zo, het laatste wat jullie waarschijnlijk gezien hebben is dat ik dus een vis verspeelde. Daar was ik natuurlijk wel een beetje ziek van. Of het een groot of een kleintje was, dat kan ik je eigenlijk niet zeggen. Op een gegeven moment dat ik contact met de vis had, heb ik heel even kunnen drillen. En daarna zat hij meteen vast in een stuk houtwerk op de bodem. Ik heb het wel uitgekregen, maar ja, toen had ik dus een tak op en geen vis meer. Dus dat is echt balen, vooral nu, want dan kunnen we eigenlijk wel een paar kilo's extra gebruiken. Aan de overkant en om de hoek worden er ook grote vissen gevangen. En we worden langzamerhand gewoon van, van de top 3 weggestoten op deze manier. Maar wij zijn gewoon lekker een weekje aan het vissen geweest. We hebben heerlijk gevangen, we hebben meegedaan voor de prijzen. Maar het is nog niet voorbij. We hebben nog een nachtje. We hebben nog een nachtje. Alle 4 de hengels liggen weer porno gewoon. We hebben zelfs de laatste troefjes ingezet, zoals je aasen laten weken. Een pop-upje met een, zo'n gekke rig, ook weer de Ronnie rig. Omdat we een beetje in de bagger zitten te vissen op die plek. Het was helder geworden, dus een beetje opvallen. Ja, een beetje opvallen, ja. We hebben alvast een beetje de spulletjes aan de kant geschoven. We zitten er eigenlijk nu klaar voor de eerste fluiter. Moet je kijken hoe we erbij zitten. Ja, kijken hoe we erbij zitten. Nou, we kunnen eigenlijk niet genoeg krijgen van dit uitzicht. Dat hebben jullie waarschijnlijk wel gemerkt aan al die shots die ik ervan gemaakt heb. Het gaat zometeen donker worden. We hebben het laatste bakkie op. 12:30. Ja, misschien 10 uur al. We hebben ook al een keer gewoon uurtje na donker de eerste vis gehad. Hè? Dus, hopen dat de meervallen zich een beetje gedragen. Jan-Willem Poesie zal er waarschijnlijk wel eentje vangen, maar we gaan het zien. Eerst gaan we voor die bak. Hou jullie op de date, jongens. Rol later. Zo, goedemorgen. Helaas is het toch helemaal stil gebleven. De buren hebben geen aanbeten gehad. Wij hebben geen aanbeten gehad. Dat zal je altijd zien natuurlijk. Nou, we moeten het wel van de positieve kant bekijken. Jan-Willem en ik gaan lekker uitgerust naar huis toe. De laatste nachtje hebben we eigenlijk veel te goed geslapen. Helaas pindakaas. Kijk nog eens hoe we wakker worden van uitzicht. Dat is toch vet, man. We hebben nog een half uur. Het zou natuurlijk wel heel gek zijn als we in het half uur nog even een bak vangen. Dit was de knal. Het is voorbij.
Het is 8 uur geweest. We gaan nog even van dit uitzicht genieten met een bakkie erbij. En nou eens kijken hoe mooi, joh. Nou, we gaan even samen Jan Willems hengel halen. Nu mag het. Het toernooi is afgelopen, dus nu mogen we samen de boot in. Zullen we kijken of er bij jou ook een brazen man zit dan? Ja, dat ga je uit hoor. Voorslag. Voorslagknoop, yes. Yes. En het aas ziet er nog goed uit. Laat eens even zien voor de kijkers thuis. 250 gram grippaartje, 20 centimeter onderlijn, dikke haker erop. En kijk eens aan, extreem krill pop-up en een red spice 24 mm. Dat is een mannen. Laatste hengel. Eigenlijk de beste hengel die we gehad hebben. Ja, vandaar doen we die als laatste. Vandaar dat we die als laatste doen. We doen daar niet meer mee. Want het is altijd leuk om tijdens het opruimen nog wat vissen te kunnen vangen. Dus, precies. Haal het eruit, het is klaar. Het is klaar, sloes. Arova Madin. Ja, is Arova Madin. Precies, tot ziens. Dag Madin, doei. Kijk eens, de visjes die zitten al op de stek. Stekpezer. This is hardcore carp angling. This is not for those that aren't prepared for it, but we can't start the prize giving without all the teams and all the people here. But ladies and gentlemen, we have Tim Paisley, Lee Jackson and Benji coming into the room now. If you'd actually just recognize their arrival into the room, they have a combined age of nearly 200. Peg 36. It was Peter Belland and Jan Willem Brassen from the Netherlands, catching 56.3 kilos. They have won the Dynamite Bait sponsor and sponsored by PB Products. Wij gaan naar huis, bedankt voor het kijken en de bal.